Wanneer men op zoek is naar koelmachines zoals compressors, verdampers, condensors en waterchillers, is men al gauw geneigd om deze nieuw te kopen. Echter kan men er ook voor kiezen om een gereviseerd model te kopen. Waarom dit een duurzame oplossing is en ook in deze tijd past, vertellen Ted Zwart en Marcel Hazo van HOSPV. Bedrijven die 10 tot 15 jaar met een machine willen werken, die kopen logischerwijs nieuwe machines. In deze tijd, met deze economie, weten een hoop bedrijven niet meer wat er over 5 jaar gaat gebeuren. In dat geval zou het eventueel een optie zijn om met gebruikte machines te gaan werken. Het reviseren van de compressor gaat als volgt te werk. De machine die komt binnen, die komt in de werkplaats, die wordt compleet uit elkaar gehaald. Dan gaan we bekijken of die nog bruikbaar is. Als het nog bruikbaar is, dan worden alle lagers en alle pakkingen vervangen. Dan wordt die compleet getest op goede werking. En als alles in orde is, dan wordt die uiteraard opnieuw gespoten. En dan is die klaar voor de verkoop. Tegenwoordig zijn er veel bedrijven die machines en onderdelen alweer snel weggooien en vervangen. Daarentegen kopen een hoop bedrijven heel snel nieuwe machines. En in sommige gevallen zou een gebruikte machine ook een goede toepassing zijn. Oude machines weggooien, dat is milieubelastend. Nieuwe machines kopen betekent grondstoffen en energie. Waarom zou je niet een goede machine, die goed werkend is, opnieuw reviseren, zodat die weer 40.000 draaiuren mee kan? In een jaar zitten ongeveer 8.000 draaiuren. En dat zou betekenen dat de machine weer 5 jaar goed kan draaien.